niet zo verrassend en verfrissend lekker als een frisse smoothie op een zomerse dag. We gaan eentje maken vandaag met lekker fruit, mango, banaan, frambozen en onze geheime pittige smaak hierin is de gember. We gaan starten met ons fruit te snijden in stukken. Ik heb hier een rijpe mango genomen. Altijd eigenlijk naar kijken dat je een mango koopt die per vliegtuig getransporteerd is, omdat die dan uiteindelijk ter plaatse rijpen. Hetzelfde eraf doen. Het is belangrijk dat ons fruit echt goed rijp is. Daardoor heb je ook meer suikers en is het ook zachter om te mixen. En voor onze smoothie maken we gebruik van de blender. We gaan nu onze frambozen erin doen en we gaan er enkele bijhouden als versiering. Ook de gember, dat ik al een stukje gesneden heb, gaat erbij. Ik heb hier mijn glas gevuld met schilfrijs. Dat heeft eigenlijk twee bedoelingen. Eerst om ons glas goed te koelen en ook om onze fruitmengeling al een beetje ijskoud te maken. We doen er ongeveer de helft in en we hadden achteraf een klein beetje over om onze smoothie erop te gieten. Natuurlijk in onze smoothie moeten we ook verse yoghurt aan toevoegen. We hebben ook nog een beetje limoensap. Zo, onze smoothie is gereed. Je ziet, die heeft zo'n beetje een smeuïge textuur en dat is hetgeen dat typisch is voor een smoothie. Met ons ijs erbij gaat dat nog lekker fris blijven. We steken er nog een rietje in. Ja. En onze frambozen. Zo, dat is eigenlijk een simpele smoothie, vol vitamine, lekkere smaak, pittig met de gember erin. Ideaal voor op een zonnige dag.